Ja, het is echt wel knap wat ze gedaan hebben bij Mini. Hij is slechts 1 centimeter minder breed als een BMW 5-serie. En nog steeds heb je gewoon dat go-kart gevoel. Welkom bij de Mini Clubman John Cooper Works. Een hele mond vol, maar het komt erop neer dat dit type Clubman de snelste is in zijn klasse. Aan de voorkant herken je de John Cooper Works direct aan zijn stoerdere voorbumper en de mistlampen die zijn weggelaten als je hem vergelijkt met de Cooper of de Cooperess. Ook zie je bij een John Cooper Works altijd de mooie rode bies in de grill. Standaard wordt de John Cooper Works geleverd met 18 inch lichtmetalen velgen en dit exemplaar is optioneel voorzien van de 19 inch Core Spoke lichtmetalen velgen. Met daarachter een Brembo remsysteem met rode remklauwen en daar ook een John Cooper Works logo op. Ja, het is echt wel knap wat ze gedaan hebben bij Mini. Deze auto is maar liefst 1,80 meter breed. Hij is slechts 1 centimeter minder breed als een BMW 5-serie. En nog steeds heb je dat kartgevoel. Dat go-kart gevoel dat komt onder andere doordat hij een verlaagd onderstel heeft af fabriek. Sportonderstel, ligt daardoor dus 10 mm lager. En standaard is een John Cooper Works altijd voorzien van vierwielaandrijving. En daardoor lig je heel mooi strak in een bocht en hij stuurt ook echt super scherp. Onder de motorkap ligt een 2 liter grote 4-cilinder met turbo. Goed voor 231 pk, een sprint van 0 naar 100 in 6,3 seconden en 320 Nm koppel. Voor de rest, deze auto heeft 3 rijmodussen, de Sport, de Green en de Mid-Mode. En wanneer je hem van de Mid-Mode op de Sportmodus zet, dan gaat hij wat later opschakelen. Hij reageert feller op je gasrespons, hij gaat ook zwaarder sturen. En ook in je head-up display verandert het. Je ziet in één keer een John Cooper Works toerenteller en je ziet ook in welke versnelling die staat. En je hoort natuurlijk het leuke geroffel uit die uitlaat. Nou, dit specifieke exemplaar is heel erg compleet uitgerust. Zo heeft hij onder andere de sportstoelen, die bekleed zijn met een mini Yours-leder, met allerlei Britse accenten. Hij heeft een Harman Kardon audiosysteem, adaptieve cruise control, een head-up display. Ook onder je middenarmsteun heb je een draadloze telefoonoplader. Het grote navigatiescherm, ook voorzien van achteruitrijcamera, parkeersensoren voor, parkeersensoren achter, parkeerassistent. Stoelverwarming, vooruitverwarming, panoramadak. Ja, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of hij heeft het. Het is niet alleen een hele leuke Mini om mee te rijden, maar dit is ook nog eens een praktische Mini om mee te rijden. Zo heb je in de kofferbak 360 liter bagageruimte en achterin kun je gewoon met 3 volwaardige passagiers zitten, in tegenstelling tot de kleine originele Mini. Ik hoop dat je hebt genoten van deze video van de Mini Clubman John Cooper Works. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal, doe even een duimpje omhoog en laat in de comments weten wat je van deze video vond. Graag tot de volgende keer.